Ik ben van het team van Decoration. In dit filmpje wil ik u de techniek kleurwassing uitleggen. Door op een droge laag krijtverf een andere kleur aan te brengen, deze in te wrijven en dan af te deppen, bekomt men een mooi effect. We gebruiken Louise Blue als onderlaag en daarop werken we met Old White. We kunnen deze decoratieverf gebruiken op hout, steen, metaal, plastiek en nog op veel verschillende ondergronden. Zolang de ondergrond maar vet en stofvrij is. De onderlaag brengen we dik aan met een harde kwast, zodat de kwaststrepen goed zichtbaar zijn. De verf uitwrijven in verschillende richtingen en kriskras door elkaar, zodat er een bond geheel ontstaat. Dit doen we om verschillende dikte in de verf te bekomen, zodat we na droging de kleur Old White in de dieptes kunnen aanbrengen. Om Old White aan te brengen gebruiken we een stokinette. De structuur van deze doek geeft een mooi effect. Hij zit verpakt in een zakje met twee stuks en is ook verkrijgbaar bij de webwinkel van Decoration. Laat de stokinetten in water weken en vervolgens moet u deze goed uitwringen. Zorg altijd dat de randen naar binnen zijn gevouwen en dat je voor het doppen een mooie vlakke kant gebruikt. De decoratieverf Old White moet je verdunnen met water. Hoe meer water je gebruikt, hoe lichter en transparanter het effect. Hoe dikker je onverdunde verf aanbrengt, hoe witter het effect. Nu doppen we de verdunde verf weg en er blijft een wolkeneffect over. We kunnen ook wrijven, dan bekomt u een gestreept effect. Het doppen en wrijven kunt u naar eigen creativiteit combineren. Verschillende kleurencombinaties zijn mogelijk. Zoals bijvoorbeeld een onderlaag Mystery Grey, waarop men dan naar eigen keuze Pompeii Volcano aanbrengt. De decoratieverf van Brenda Baart heeft een prachtige krijtlook. De krijtverf is leverbaar in 100 ml, 250 ml, 1 liter en 2,5 liter. Er is ook een vernis ontwikkeld met een extra matte look. Door de onderlaag met een harde borstel aan te brengen, ontstaan er strepen in de verf. De decoratieverf kan ook op metaal. Op dit tafeltje zijn twee lagen Celadon Green aangebracht. Vervolgens is deze behandeld met Old White en afgedept met een stokinette.